Super leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe video. En vandaag heb ik het derde deel van de 10.000 abonnees special. En niet te vergeten het papiertje. Ik heb vandaag dus de derde deel van de Pokémaatje Booster Box. En zoals jullie zien heb ik hier een Plasma Blast Blister Pack. Had ik toevallig gevonden. En we hebben 9 packs en de Booster Box is leeg. Beetje raar. Nou, ik ga dus de laatste 9 packs niet zelf uitkiezen. Maar dat mogen jullie doen. Dus laat in de reacties weten welke packs jij wilt zien. En dan ga ik daarover nadenken. En het mag alle sets zijn, maar het liefst niet black and white. Want die kan je echt niet vinden nu. Maar ik heb wel eens Hurt Cold Soul Silver op Marktplaats gezien. Dus dan zien we dat later wel weer. Dus vergeet niet in de beschrijving te zetten wat. Laten we beginnen met de boosterbox. We hebben een Plasma Blast booster. Oh ja, eerst even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. We hebben een Plasma Blast Black and White. Die heb ik toevallig wel gevonden. Een Double Crisis. En hier zit Mighty Yena in. Spannend. Een Plasma Freeze. Primal Clash. Ancient Origins. Furious Fists. Nog een Plasma Freeze. Nog een Primal Clash. En een Double Crisis. Dus, leuke packs, vind ik tenminste. Laten we maar beginnen met de eerste pack. Laten we even husselen. Het is wel een beetje raar met een blister pack te husselen, maar het moet maar zo. Nog een Primal Clash, zit allebei aan de achterkant, dus laten we eentje naar voren halen. En dan hebben wij dit. Laten we beginnen met een Ancient Origins pack. Wacht, ik doe even zo, zodat jullie kunnen zien welke ik openmaak. Het heeft een beetje een glare, dus ik laat het. Oké, de eerste pack is een Ancient Origins met Mega Tyranitar. Dan hebben we de code. Leggen we hier neer. 2, 3 naar voren. En dan hebben wij in onze eerste pack een Gloom. Vaporeon. Paint Roller. Gumi. Beldum. Unknown. Dat is echt een rare art. Wel mooi natuurlijk. Een Porygon, Spinarak, een Reverse Virizion, dat is een Reverse Rare. Ik heb ook de Hollow versie 2 keer. En ik had ook een keer een fanmail gekregen met Virizion Hollow. En de Rare is een Goodra Hollow. Dus in onze eerste pack, in onze derde deel, hebben we een Goodra Hollow. Wat mooie art, natuurlijk, zoals altijd. Oh ja, en een kleine feitje. Je kan zien door wie dit is getekend meestal, maar ik weet niet waar. Oh, hier. Het is getekend door, even kijken als hij, door Saya Tsunata of zo. Ja, ik spreek het echt uit. Oh, ik zie een Sliggoo hier op de achterkant. Een reverse, rare en ook eens nog eens een holo. Uit onze eerste pack. Daarna hebben wij een Furious Fist booster. En ik krijg nooit geluk in Furious Fist. En dat is niet leuk. Oh, deze pack ging echt heel eng open en heel erg makkelijk, maar yes. We hebben de code. 2, 3 naar voren. En we hebben een Hidmontop, Focus Sash, Tool Retriever, Pikachu, een Slackot, Cupchew, Patrat, Eevee, Reverse Hollow Machoke, dat is echt een hele grappige art. Een douchende Machoke, denk ik. En de Rare is een Mega Heracross EX. Oh my gosh. Volgens mij, omdat we in de vorige packs niet echt hele goede kaarten hadden gekregen, dan krijgen we nu hele goede kaarten. Een Mega Heracross EX in onze tweede pack. Wauw. Ben helemaal sprakeloos hoor. En dan hebben we de leukste set, Double Crisis. En in Double Crisis krijg je in elke pack een holo. En nog beter een EX Full Art van Kyogre of Groudon. Daarom vind ik de set zo leuk. Je krijgt altijd iets, maar je krijgt maar 7 kaarten per pack. Dus ik weet niet wat de trick is. Dus ik denk 1, 2 misschien. En dat zien we dan later wel weer. Oh ja, en ik krijg ook geen codecard, dus
En ik bewaar alle dichte pakjes in de boosterbox. Ik denk dat het 1-2-1-2 is. En er zit een Mighty Yena in de set. Dus hopelijk krijgen we de Mighty Yena. Oké. Okay. Oeh, we hebben een Pudgy Yena. Team Aqua's Pudgy Yena. Je ziet hier onderaan een Team Aqua gast. Oké, okay, een Team Aqua's Pudgy Yena. We hebben een Team Magma's Lairon. Ik hou van deze kaart. Het is echt hele mooie art. We hebben een Team Aqua's Viper. Wauw. We hebben een Team Magma Admin, denk ik. Een Team Aqua's Great Ball. Een Reverse Holo Team Magma's Base. Dus het is wel 1, 2 en de rare. Alsjeblieft, Pudgy Yena. Ah, is een Team Aqua's Mug. Maar het is wel een holo. Maar je krijgt sowieso altijd een holo, dus... Ja. Een win-win situatie, denk ik. Daarna hebben we als volgende een Primal Clash. En deze pack zit heel los, ik weet niet waarom. Net als de vorige keer. Alle Primal Clash pakjes zijn meestal een beetje losjes. De code. 1, 2 en 3. We hebben een Silent Lab. Repeat Ball. Double A. Nose Pass. Spinda. Horsey. Een Skitty. Tangela. Een Dynamo. Reverse Holo. En de rare is... Een Manaphy Holo. Wat is het voor een pack opening? We hebben allemaal foils. Reverses. Reverse rares. En holos. En EX'en. Wauw. Dit is echt een hele mooie art met water. Dat vind ik altijd echt heel mooi. Wauw. En reverse een Dynamo. Oké. Okay. Oeh, we hebben nu de blister pack. We hebben nu de blister pack van Plasma Blast. En laten we even kijken naar de achterkant, nu het nog kan. Een new look, same 10 card booster pack. Maar het is niet nieuw natuurlijk, want het komt uit 2013 of zo. Ja, 2013. Laten we maar openmaken. En we hebben trouwens een Porygon blister. Die leggen we ook op de achtergrond neer. En we hebben een Dialga pack artwork. Dan hebben we de code. 1, 2, 3. We hebben een Reversal Trigger. Machoke. Fracture. Porygon. Muna. Throw met Sock op de achtergrond. Een Kangaskhan. Solosis. Reverse Holo is een Carablast. Dat is een Reverse Common. En de Rare is een Salamence Holo. Ik heb die al volgens mij, dus hij is er al. Maar we hebben 1, 2, 3, 4, 5 holos. En we hebben maar 5 packs opengemaakt. Dus 5 voor 5. Volgende pack is een Primal Clash alweer. Daarna hebben we nog 3 packs. Laten we eerst Plasma Freeze doen en dan Double Crisis. Anders doen we 2 keer Plasma Freeze achter elkaar. We hebben een Primal Clash met Primal... Nee. Mega Aggron. Code cards... Oeh, de rare is wel een beetje beschadigd. Hopelijk is het geen EX, want je ziet hier aan de achterkant een beschadiging. Maar oké. We hebben een Combusken. Freshwater set. Nidoqueen. Illumise. Slugma. Torchic. Meryl. Surskit. Een Slugma Reverse Holo. Dat is een common. En de rare is een Ninetales Non-Holo. Dus onze eerste Non-Holo rare uit de... deel. Het deel bedoel ik. En misschien heb ik op het einde nog een extra bonus opening van de Fero Agent Origins Blister. Als het niet te lang gaat duren. Maar... En anders doe ik het gewoon in een fanmail video. We hebben een Plasma Freeze. De code van een Plasma Freeze. 1, 2, 3. Oh ja, en de booster. We hebben een Plasma Energy. Execute. Onix. Primeape. Chinchou. Weedle, Ponyard, Makuhita. Reverse is een Grimer, dat is een Reverse Holo Common. En de Rare is een Kofagrigus Non-Holo. Onze tweede Non-Holo Rare. En de volgende is een Double Crisis met Groudon. Kunnen we nu de
Mighty Yanda krijgen. Oké, okay, dus 1-2, 1-2. Oké. Okay. We hebben een Team Magma's Zangoose. Je kan eventjes de video pauzeren als je naar de art wil kijken. Het is een beetje een soort van stripachtig. Een Team Magma's Mighty Yanda. Oh my gosh, die doe ik zo meteen in de sleeve na de video. Die hoort hier. Een Team Magma's Poochyena, die hoort ook hier. Een Team Aqua Admin, denk ik. Een Special Energy. Reverse Hollow is een Team Aqua's Mag. Dat is een rare, want daar hebben we een hollow versie van. En de rare is een Team Magma's Claydol. Dus volgens mij bestaat er geen eens een Mightyena Hollow, de versie ervan. Maar we hebben er wel eentje gekregen in de video. Daar ben ik heel erg blij mee. En onze laatste pack alweer is een Plasma Freeze. Kunnen we misschien nog een leuke pool krijgen om de video mee af te sluiten? Zo, en dan hebben we een code card. 1, 2, 3. Oké, okay, hopelijk kunnen we de video mooi afsluiten. We hebben een Flareon, Nidorina, een Onix, Hoothoot, Eevee, Dratini. En volgens mij zie ik iets shinies. Wooper, Beldum en een Rock Guard is een Ace-Pack kaart. Mooie kaart. En de Rare, ik verwacht niet te veel, is een Beedrill. Oh, dat ruimt. Ik verwacht niet te veel, is een Beedrill. Maar we hebben best wel goede pools voor de pack opening. We hebben namelijk een Claydol Hollow Rare. Ja, dit is geen foil, maar ik vind het een leuke kaart. Dus Team Magma's Poochyena. En natuurlijk de Team Magma's... Team Magma's Mightyena. Salamence Hollow. Manaphy Hollow. Team Aqua's Mug Hollow. En de beste pool voor vandaag. Een Mega Heracross EX. Een Goodra Hollow. Een Rock Guard. Ik weet niet waar het bij hoort, maar... een Mug Reverse Hollow Rare. En nog andere reverse hollows, die laat ik heel snel even zien. Een Grimer, Slugma, Carablast, Dynamo, Team Magma Space, best wel een goede kaart volgens mij. Een Machoke en de enige reverse hollow rare is een Virizion. Dus hopelijk vond je die video leuk en vergeet niet in de reacties te zetten welke pack jij wilt dat ik ga openen. En dan zie ik je in de volgende video. Bye bye!